beginnen met uit te spreken dat ik het heel leuk vind om hier te zijn. Ook leuk dat er zoveel mensen zijn. Zo letterlijk als je een verhaaltje gaat vertellen dat er de belangstelling is. Terwijl de sheets worden opgestart, laat ik even aangeven. Ik ben binnen TNO verantwoordelijk. Ja, dankjewel. Dus ik ben binnen TNO verantwoordelijk voor het onderzoek dat wij doen op het gebied van vitale ICT-infrastructuren. Of ICT-infrastructuur in zijn algemeenheid. Daarbij kijken we zowel naar technologieontwikkeling, maar ook heel belangrijk naar de betrouwbaarheid van de ICT. De performance en de resilience. Dat stuk dat daar ga ik vanavond het een en ander over vertellen. Ik wil jullie meenemen naar een aantal cybersecurity challenges die we tegenkomen. Dan zal ik in dit gezelschap daar even snel doorheen kunnen lopen. Nee, maar ik moet het ook nog scannen, maar ik moet toch eventjes de scene zetten. Ik zal dan ook een aantal dingen aangeven waarbij ik eigenlijk zeg van ja, de huidige informatiebeveiligingspraktijk is genoeg adequaat om daarop te reageren op die ontwikkeling. Dat is een beetje stevig gesteld. Maar dat hebben we dus wel van te praten. En als laatste wil ik ook proberen om daar dan dus wat antwoorden op die richting aan te geven waar we ons in kunnen zoeken. Alleen maar voor mijn kwel. Ja, ben je alsjeblieft de microfoon heel dicht bij je mond houden? Je bent heel slecht. Oké, dankjewel. Oh ja, ik hoor het nu zelf ook. Zoals Juri al zei, even wennen aan de microfoon. Ik hou hem heel dichtbij. Mocht het weer vergeten, dat heb ik soms wel eens in de loop van, dan sta rustig weer op. Ja, dat er sinds, nou laten we zeggen, 2010 een host aan allerlei security incidenten zijn, dat zal niemand ontgaan zijn. Dit zijn een paar hele prachtige voorbeelden. Voorbeelden ook van een zeer hoog niveau, die we gelukkig niet allemaal zelf dagelijks tegenkomen. Dus daar is wel een aardige vraag. Wie is de laatste 4 weken bezig geweest om een security incident op te lossen? En laat ik het anders vragen, want bij de vorige keer dat ik dat vroeg, toen stak niemand zijn vinger op, want dan zeg je dat je daar dat je bedrijf een probleem heeft. Wie kent toch mensen in zijn directe omgeving van andere bedrijven die dat hebben gedaan? Juist ja. Nou, dat is toch een aardig deel van de zaal. Nou, dat geeft aan dat, dat u nodig bent. Dat is mooi. Als we kijken naar deze ontwikkelingen, die zal niemand verbazen wat hier staat. Dit zijn gewoon de grote ontwikkelingen. En om nog even af te bakenen, waar hebben we het dan over? Even kijken naar wat voor een type cyberbedreigingen zien we dan. Dat is een categorisatie die is verder niet heel spectaculair, maar helpt wel een beetje om uit elkaar te houden. Waar hebben we het over en wat voor maatregelen neem je? Van oudsher, oorspronkelijk, hebben we veel te maken met hackers die het gewoon ja, leuk vinden om te laten zien wat ze kunnen. He, je zou kunnen zeggen het vandalisme. Links onderin in de hoek. Dan heb je de cybercriminelen. Die doen dat voor economische winst. Even heel simpelweg gezegd. Daar wordt zo meteen vast nog veel meer over verteld door de volgende spreker. Dan heb je een speciale variant ervan, dat is de cyberspionage, oftewel het verkrijgen van economisch gewin uit bedrijfsgeheimen. Het kunnen financiële aard zijn, het kunnen ook kennis, IPR aard zijn, door andere bedrijven, maar in toenemende mate, zoals we gezien hebben, ook door overheden. Die staan dan een beetje verderop. Het cyberactivisme, afhankelijk van de business waar je in zit, kun je daar meer of minder mee te maken hebben. Maar partijen die vinden dat ze op een bepaalde manier moeten ingrijpen in de manier waarop bijvoorbeeld een maatschappelijke discussie gevoerd wordt, of een manier hoe een bedrijf zich gedraagt. Daarnaast, en dan zitten we een beetje aan het einde van het spectrum, het terrorisme, cyberwarfare. Ik mag aannemen dat de meeste van u daar niet direct mee in aanraking kan komen. Maar dat zijn wel belangrijke zaken. Dit heb ik eigenlijk net een beetje gezegd. Dus dit zijn de categorieën. Het recente jaarverslag van de AIVD onlangs uitgekomen geeft ook aan dat cyberspionage vooral in Nederland sterk toeneemt. In de slachtofferrol wordt daarover gesproken. Of de andere kant, daar worden geen uitspraken gedaan. En dat een opvallende stijging is in het aantal DDoS-aanvallen die vanuit Nederland georganiseerd worden. Dus waar je die geografische bepaaldheid kunt benoemen. Maar dat is een stijging van een aantal procentpunten op de schaal van
van, nou, wat was het, van iets van iets onder de 1% naar 2,7%. Dat is toch best veel. Er gebeuren heel veel dingen die wij niet zien op het normale internet. Die ijsberg die daar staat voor u links is een goede weergave daarvan. We kunnen een stukje van het web zien, maar heel veel dingen zien we niet. En of dat nou is omdat het op allerlei Tor-sites zit of wat dan ook, daar gebeurt van alles. Een van de dingen die we als TNO op dit moment aan het doen zijn, met name met de financiële sector, is aan het kijken van kunnen we nou op basis van, door dat niet zichtbare internet, wat natuurlijk gewoon zichtbaar is als je maar de goede tooling gebruikt, heen lopen en eens kijken wat gebeurt daar. En kunnen we daar ons voordeel mee doen om te snappen wat er gebeurt en waar we binnenkort mee geconfronteerd worden. Want wat zien we daar? Daar wordt kennis gezocht door partijen, door criminelen die iets willen. Er wordt ook aanbod gedaan. Dit voorbeeldje dat hier staat, dat staat er gewoon net op. Dus iemand die zich aanbiedt, die zegt, joh, ik ben niet een of andere vage Oost-Europese, ik ben een echt Amerikaan. Ik heb goede skills, ook social skills, dus ik kan het ook wel eventjes op een mooie manier naar voren halen. En ik kost, wat was het, €200 voor een klein klusje, €500 een grote, je kunt gewoon met Bitcoin afleggen. Ach, ik wist het model. En dit is gewoon een voorbeeld. Je kunt ook andere dingen in kaart gaan brengen. Je kunt in kaart gaan brengen. Want het is meteen aan het bellen, begrijp ik niet. Ik heb mijn telefoon helemaal afgeschermd. Oké. Heeft niks. Graag gedaan. Je kunt ook andere dingen in kaart brengen. Dit zijn natuurlijk op zich gewoon hele simpele dingen. Maar wie staat hier in verband? Ik bedoel, zeker het, maar wij kunnen het ook. Om te kijken van wie zijn er bezig om met elkaar dingen op poten te zetten. En Ruud NL, die je van hem kent. Neemt ook best een centrale rol in deze netwerkanalyse. Nou, dat is mooi, daar kun je iets mee. Niet met Ruud, want waarschijnlijk weet hij niet wie Ruud is, maar wel met het feit dat Ruud ergens mee bezig is en een bepaalde vraag stelt. Misschien ontdekken we wel zijn aanvalsvector voordat hij hem daadwerkelijk uitprobeert. Nou, dan hebben we een informatievoorsprong en dat is niet verkeerd. Wat ik net al aangaf, dus een duidelijke verschuiving, al jaren aan gang maar, vanuit de scriptkind naar gewoon een georganiseerd businessmodel. Dat heb ik hier al even aangegeven eerder. En doordat we steeds vaker en steeds meer van die ICT afhankelijk zijn, is de impact van die aanvallen enorm. Ik heb alle, zodra er weer een DDoS-aanval op een van de banken is. Ik weet niet of er veel mensen van de banken hier in de zaal zitten, maar ik weet dat ze er echt mee bezig waren. Dan loopt het social media over van de commentaren en de reacties over wat het allemaal is, wat er aan de hand is. We vertrouwen erop dat het doet. En dat krijgen we nog niet voor elkaar. De kosten die daarmee gemoeid zijn, of waar de impact die daarmee gemoeid is, die laat ik in een aantal categorieën uiteenzetten. De kosten die we maken om de oorspronkelijke situatie te herstellen. De kosten aan het imago. En ja, DigiNode is al een paar keer genoemd, dat is een beetje een oud voorbeeld. Maar het is toch goed te zien, ja, als je in het Swiss business zit en je hebt je eigen zaken niet op orde, dan kun je snel out of business zijn. Je kunt klanten verliezen. Die gaan eens ergens anders kijken, waar het misschien beter is. Je kunt gewoon boetes opgelegd krijgen. We hadden het net al even over de data breach wetgeving. Interessant aspect overigens is dat volgens de Amerikaanse data breach wetgeving u weliswaar misschien in Nederland mag acteren, in Nederland gevestigd zijn. Maar als u toch wel een Amerikaanse klant heeft, die klant toch echt moet informeren, persoonlijk, had u daar al rekening mee gehouden. Hoe gaat u die klant vinden? En natuurlijk, en dan kom je meteen ook in liability en legal cost. Die zijn ook soms aanzienlijk. En dat is ook misschien een goed moment om even over dat verzekeren te gaan praten. Want er zijn een aantal aanbieders van dit type verzekeringen. Maar wat verzekeren ze nou eigenlijk? Wat kun je eigenlijk aan risico's afleggen? In de Verenigde Staten is het een nog grotere markt. Waar ook al nodige data is opgedaan. Waardoor men weet wat men kan verzekeren. In Europa is het een stuk beperkter. Het loopt ook minder hard dan
men had gedacht, als je terugkijkt naar de artikelen en de voorspellingen die begin 2013 zijn gemaakt vanuit de verzekeringsbranche hoe dit zal ontwikkelen, zie je dat het niet zo hard loopt. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Wat je kunt verzekeren zijn meestal de directe kosten, oftewel de categorie recovery cost en misschien boetes en aansprakelijkheden. Het komt ook een beetje uit de hoek van die aansprakelijkheidsboetes, aansprakelijkheidsverzekering. Het aardige is dat een hoop bedrijven, verzekeringsbedrijven, het ook koppelen aan een stuk hulp. Hulp, die enerzijds zijn eigen belang heeft om nog een risico vooraf in te schatten, dus een scan doet waar de risico's zitten. En je bedrijf op die manier de polis kan bepalen. Maar ook hulp waarmee je dus inderdaad je risico's in elkaar brengt. Maar ook hulp op het moment van een incident. En dat is met name voor die middenbedrijven waar jullie het al even over had, interessant. Op het moment dat het incident optreedt, hulp om inderdaad de effecten te verminderen. Ook eigen belang natuurlijk, daar is niks mis mee. Want dan verminder je wat je moet uitkeren als de kosten lager zijn. Maar dat kan wel een goede stimulans zijn. Op dat betreft is het aardig zoals in de Verenigde Staten het Department of Commerce tegenaan kijkt. Die zeggen, geparafraseerd, het is eigenlijk een hele effectieve, marktgedreven manier om cybersecurity gestructureerd aan te pakken. En als iemand zijn verzekering aan is afgesloten, dan vraagt een heel stuk ervaring komt binnen. Nou. Er waren allerlei voorspellingen over hoe het zou gaan in 2013. In de Verenigde Staten zou 31% op dat moment al zo'n cybersecurity policy hebben. En van diegenen die het nog niet hadden, zou 57% het overwegen om dat ook dat dan binnenkort te nemen. Nou, even voltellen, zou je dus nu al boven de 50% moeten zitten van de bedrijven die een security policy hebben. Dat is niet helemaal zo. In Europa hebben wij een steekproef gedaan onder een aantal telco's. En dan is gewoon gevraagd, wie is daar eigenlijk mee bezig? Dat was in oktober vorig jaar. Nou, we hadden een mooie enquête voorbereid. De vraag, ja, we hebben niet zo over nagedacht. Zouden we kunnen. Dus de enquête hebben we helemaal niet uitgevoerd, want de antwoorden had met de bouw nog niet eens aan gedacht. Een zeer beperkte steekproef in het Nederlands bedrijfsleven lijkt erop dat met name inderdaad dat MKB-segment, het grotere MKB's, interesse hierin hebben. Men is zich wel bewust van de risico's. Men weet ook dat ze zichzelf niet kunnen afdekken. De grote partijen, de corporates, die denken, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben, dat ze daar zelf een belangrijke rol in zouden zijn, zelf het risico kunnen dragen. En voor de kleine bedrijven, die zullen op het algemeen zeggen van nou weet je, het is ingewikkeld. Als dat verstandig is, vraag het even. Hier zal ik niet te veel op uitweiden, want daar wordt zometeen nog een heel verhaal over verteld, zoals ik al zei. Toch is het wel de link tussen de verschillende presentaties vanavond, dus daar nou, even laten zien. Het is ook een stukje onderzoek wat gebeurt binnen TNO over de economische cybersecurity. Voor diegenen die dat nog herinneren, hebben we een tijdje geleden daar ook wat over gepubliceerd. Daar werden we feitelijk gefileerd in de NRC, omdat dat toch wel een hele grove schatting was. Ja, dat was het inderdaad, dat klopt. Daar waren we ons bewust van. Het verlangingsboodschap was ook niet dat getal, wat ik niet eens hier wil herhalen, maar was met name de boodschap dat die kosten voor een belangrijk deel door het bedrijfsleven gedragen worden. En dat waar gedacht wordt van ja, de overheid mag voor kosten ophalen. Is maar bedrijfsleven. Wat we hier gedaan hebben, dit is recent onderzoek, is lopend onderzoek, en ik heb natuurlijk hier de case uitgepakt die het meest verschil maakte, is dat we gekeken hebben wat gebeurt er nou op het moment dat je. DDoS-aanval, in dit geval van telecombedrijven, zijn een aantal cases genomen. En wat gebeurt er dan op een aantal scores, de Net Promoter Score, de vrijheid van handelen van het bestuur, de vrijheid van de regulerende partij, hier is de link naar wat de jury verteld heeft, aandelenprijs, aantal klanten. En wat gebeurt er op het moment dat je nou gewoon een van de goede praktijken rond DDoS-aanval, datafiltering, je moet verminderen, dit niet. Wat gebeurt er dan met de negatieve impact? Nou, die neemt behoorlijk af, in ieder geval op een aantal zeer punten die grote impact hadden, door daar nog minder. En we hebben ook gekeken, ja, wat kost dat dan? Waar zitten die kosten? Nou, die kosten zitten maar voor een beperkt deel in technische maatregelen. Voor de servercapaciteit is dan wel een groot deel. En de voorlichting is ook een bijzonder grote kostenpost. Ik denk dat het belangrijkste hieruit is dat je kunt zien dat daadwerkelijk effectief
actie ondernemen helpt. En dat is iets waar in de resterende sheets ook veel aandacht aan wil besteden. Deze komt ik al aan. Waarom werkt de huidige informatiebeveiligingspraktijk niet met de cybersecurity challenges die we op ons af zien komen? Zoals ik zei, misschien wat steviger geformuleerd. Vandaag is dat, wat was het? De Verizon Data Deep Breach Report, hè, komt elk jaar uit. Interessant, 73% van de gevallen waren hackers binnen enkele uren binnen in het systeem. Ja, het lezen staan allerlei disclaimers omheen, maar het heeft toch een leuk beeld. 1 op de 3 hacks werden binnen enkele dagen opgemerkt. Andere duurden veel langer, tot maanden. En vervelend is, in de laatste 10 jaar is daar geen ontwikkeling in geweest. Was toen ook 1 op 3. We doen natuurlijk goede dingen. Met een gestructureerde aanpak die, als je ze goed uitvoert, ook een heleboel risico's wegneemt. Wat informatiebeveiliging is, hoef ik hier niet uit te leggen, dus dat sla ik boven. Maar wat er verandert, daar moeten we wel even bij stilstaan. We hadden het net al even over dat de afhankelijkheid van de ICT enorm geworden is. ICT uitzetten is gewoon geen optie. En gewoon basale dingen als stroom, water, wel dat ons dus iets minder snel gaat, zeker als het over waterbeheer gaat. Transport, nou noem maar op. Alles wat nodig is aan vitale infrastructuur hangt van ICT af. Nou, dat is een goede reden om dingen te willen beschermen. Wat we ook zien, en dat is ook niet nieuw, is dat de manier waarop wij zaken doen veel complexer geworden is. Het is een waardewerk. Zie je letterlijk getekend. Allerlei dingen geoutsourced, samenwerkingen, partners, whatever. En dat heeft allemaal met elkaar verbonden. En dat maakt, ja, zeg maar, de mogelijkheden om aanval te doen veel groter. Maar maakt ook de klassieke aanpak van we bouwen een muurtje eromheen, verdedigen de muren heel goed. En dan zijn we er, want niemand komt binnen de muur. Wel heel lastig. Want er zijn heel veel mensen binnen onze muren die we helemaal niet zo goed kennen. Nou, dat de informatie alle kanten opvloeit, dat het real-time gaat, automatisch gaat en dat we daarmee ook een snelle verspreiding van incidenten kunnen hebben, dat spreekt voor zich, denk ik. Waar Juri het net ook al even over had, ja, transparantie. Men verwacht dat het transparant is, klopt. Men verwacht direct informatie. En ja, daar geef je ook wel heel veel weg. Want dan laat je al precies zien hoe alles in elkaar zit. En dat maakt het wel mogelijk om effectieve aanvallen te ontwerpen. Want het lezen van die informatie is natuurlijk niet alleen die regulator, niet alleen die klant, ook diegene die denkt van, goh, misschien kan ik daar iets mee. Dan hebben we natuurlijk de werknemer zelf. Ja, die verandert ook. Je neemt devices mee. Er wordt werkdevices wordt privézaken afgehandeld. Privézaken. In de privéomgeving wordt met werkdevices gewerkt. Dat maakt het ook allemaal wat lastiger. Globalisatie. Het zijn allemaal zaken die een rol spelen. Organized crime is steeds sponsored. We hebben dat genoemd. Waar een unit in China, die gewoon zoveel mogelijk informatie verzamelt. En toen kwamen de Amerikanen, die bleken toch een overtreffende trap daarvan te hebben. Kortom, er zit heel veel power achter. En dan krijgen we cloud computing. Ik kwam net ook al bij, van ja, waar staat je informatie, wat doe je, wie heeft er controle over. Dat is ook een leuk vraagstuk. Kortom, dat zijn allemaal zaken waardoor het klassieke vorm wat minder werkt. Als ik het even allemaal op een rijtje zet, wat ik net gezegd heb, dan gaat het over meer aanvallen die beter beschikbaar zijn voor iedereen. Het gaat over aanvallen die specifieke targets zijn, professioneel zijn, gewoon gericht op een specifiek doel. Niet even aan de deur wandelen, maar echt die deur open willen maken.
Het gaat over spionage. Het gaat over kwetsbare systemen. En wat we over de tijd heen zien, is dat we, ondanks de grote hoeveelheid energie en geld die hierin gestoken wordt, versus een data breach rapport dat ik net aanhaalde, onze performance niet echt vreselijk verbetert. We blijven het bij. We blijven het net voor. Nou, dat betekent dat waarschijnlijk een intensievere samenwerking leidt tot meer effectiviteit. Goed, allemaal kommer en kwel, allerlei dingen die heel groot zijn, die allemaal veranderen, waar je ook weinig aan kunt doen. Je kunt het niet buiten de deur houden, maar wat kun je dan wel doen? En eigenlijk zeggen wij, ik probeer je even heel simpel weergeven, je hebt een drietal categorieën waar je dingen kunt doen. Je kunt dingen proberen te voorkomen, preventie. Je kunt je voorbereiden op dat dingen gaan komen. Je moet snel weten of er iets aan de hand is, detectie. En je moet het goed op weten te lossen. Nogmaals, en ik kan het niet genoeg benadrukken, mijn overtuiging is dat het proberen alles dicht te timmeren en daarmee het probleem buiten de deur te houden, een zeer inefficiënte manier is om ermee om te gaan. Je besteedt heel veel effort aan iets voorkomen waarvan je bijna zeker weet dat er toch een gaatje blijft. Vanwege al die ontwikkelingen. Dus voorbereiden op een effectieve manier om actie te ondernemen is waarschijnlijk een helzame onderdeel. Ik ga er nu een aantal uitpakken. Dat zijn degenen die ik even in schijn schrift aangegeven heb. De overige zit overigens wel in de slideset die achteraf beschikbaar komt. Dus daar kun je ook nog eens even naar kijken. Maar anders dan red ik het niet in een half uur of 20 minuutjes. Natuurlijk moet je de deur op slot blijven doen, even simpelweg gezegd. Het is geen pleidooi wat ik hier hou, dat je gewoon de basale dingen maar moet vergeten. En alleen maar bezig zijn met zo snel mogelijk reageren. Als je de deur niet dicht doet, maakt het wel heel makkelijk. Maar ga in het licht van de zaken die spelen wel na of die maatregelen nog effectief zijn. Het leuke is die, volgens mij in de automatiseringsdienst van Prima Pilsel, de CISO van KPN, die riep van ja, een virus tegen wat het doet, is je computer trager maken. Ja, 30% van de virussen, geloof ik, is op dit moment bescoren, wordt gedetecteerd. Dat is wel laag. Dan kun je afvragen, nodig is. Eerlijk gezegd, ik zelf heb op geen enkele computer meer virusscanner zitten, behalve op die voor het internet bankieren, want het moet volgens de algemene voorwaarden. Ja, dan doen we dat natuurlijk. Misschien is het nog net veranderd, laat ik daar niet. Ik heb hem in ieder geval opzicht. Maar dit is natuurlijk, de privé-situatie ligt anders. Maar dezelfde logica van, joh, is het nog wel iets effectiefs om te doen? Moet je natuurlijk wel blijven hanteren. De zaken die hier staan, daar moet je wel even aandacht bij besteden. Belangrijker. Belangrijker is, weet waar je risico's zitten. Probeer in te schatten wat voor type risico je loopt. Waar zitten je risico's? Waar zit je aantrekkelijkheid voor aanvallers? Daar gaat zo meteen nog meteen over gezegd worden. En probeer dat af te dekken. Maar dat is waanzinnig complex. Dat omvat heel veel als je dat op detailniveau wil doen. En dan komt het van risk management. En daar is een klein beetje het gras voor mijn voeten weggemaakt. Dus daar ga ik gewoon niet nog een keer wat over zeggen. Dat heeft Rieks net al even gedaan. Inclusief dat we proberen dat in de normen te laten landen. Daar kan zo meteen Rieks en André en collega's die hier veel meer mee bezig zijn dan ik, nog veel meer over zeggen. Kernpunt is wel dat we daar proberen dingen eenvoudiger te maken. Weer scope te definiëren, weer overzichtelijk te maken en handvaart te geven, zodat je complexiteit kunt terugbrengen tot iets wat behapbaar is binnen normale bedrijven. Je kunt leeglopen op de details die je daar allemaal in moet gaan kijken. Security monitoring incident response. Ja, detectie is de nieuwe preventie. Als je heel snel weet dat er iets aan de hand is, sterker nog als je eigenlijk al voordat de aanval begint weet dat iemand die aanval gepland heeft, dat ging over die intelligence positie die je kunt opbouwen. Dan kun je meters maken. Want dan kun je optreden, kun je dingen
Je moet gewoon heks hebben die, je moet geen heks hebben die niet onbekend wordt. Daar gaat, dat is het kern van het verhaal. Verder hebben we nog de situatie waarin je daadwerkelijk iets opmerkt. Of dat nou informatie is over wat er aan zit te komen, of informatie is over wat er bij jou gebeurt, het delen van die informatie. En dan ook in praktische zin, niet alleen op beleidsmatig niveau, redelijk goed geregeld is, maar in praktische zin, dat is iets wat we verder kunnen ontwikkelen. Vooral als het gaat over sectoren heen. Want binnen een sector zijn er hele goede initiatieven. Over sectoren heen is dat veel moeilijker. En de sectoren doen ik gewoon de, nou, laat ik een paar concrete voorbeelden noemen. De CISO's van de banken zitten regelmatig bij elkaar, delen veel. CISO's van telco's zitten regelmatig bij elkaar, delen veel. Maar hoeveel delen ze nou met elkaar? Hoe vaak zien ze elkaar? Is het echt anders wat daar gebeurt? Voor deel wel, belangrijk deel ook niet. En een van de laatste, als er iets gebeurt, zorg dat je klaar bent. Zorg dat je je voorbereid hebt op wat je wil gaan vertellen. Wees open, breng jezelf in de publiciteit. En vertel vooral wat je aan het doen bent. En als je nog niet weet wat je aan het doen bent, vertel dat je bezig bent om een strategie op te stellen. Actie te ondernemen, maakt niet uit. Maar wacht niet totdat iemand anders komt van zegt, is er bij jullie iets aan de hand? Sta je 1-0 achter. En dat kun je gewoon ook voorbereiden. Dat is een heel vakgebied. Crisismanagement komt op allerlei plaatsen voor. Of dan over vast het incident te gaan. Met heel veel adviezen. Dan een plaatje. De troost. Als er dan iets gebeurt en je door de crisis heen bent. Dan zul je zien dat de aandacht ervoor hoog is. Maar ook snel weer weg hebt. En de volgende aan de beurt is. Dus als je gewoon de boel een beetje fatsoenlijk afhandelt, dan heb je je aandachtsmoment. Kan nuttig zijn, soms zelfs. Maar in ieder geval als je het afhandelt, is het niet vervelend. Het is alleen een hoop werk. Dankjewel. Er zijn vast vragen of opmerkingen. Je zegt dat je, als je plannen maakt om voorbereid te zijn om te communiceren, dat dat al een heel stuk is. Hoe doe je dat dan als ING de 20e keer voor het blok moet om te vertellen dat je bij Jeroen tot de constatering moet komen dat er 100.000 transacties fout zijn gegaan en dat er 20 miljoen weg is? Ja, dat is geen leuke boodschap. Dan moet je nou toch niet vertellen dat je een aantal dingen niet helemaal onder controle hebt. Hangt ook vanaf wat je ervoor gezegd hebt. Als je ervoor gezegd hebt, ja, dit is de laatste keer dat voorkomt, nou weten we waar het zit. Ja, dan wordt het een moeilijke boodschap. Maar, dat kun je helemaal niet zeggen. Dus ik hoop dat ze dat ook, en ik heb het ook nooit zo horen zeggen, zeggen, weet je waar dit zit. Ja, je gaat dan toch weer vertellen wat je eraan doet. Kijk, in grote lijnen zit niemand te wachten op het uitleggen hoe het nou precies zit en waar het precies gebeurd is. Daar zitten wel bepaalde mensen te wachten, de meeste niet. Die willen weten, joh, hoe snel is het onder controle en wanneer kan ik weer verder met waar ik jullie voor betaal, namelijk mijn betaling verrichten. Als je daarover communiceert, vinden de meesten het al heel aardig. Dus ik zou zeggen, ga vooral kijken naar je primaire doelstelling, namelijk je dienstverlening herstellen en communiceer daarover. Misschien is een deel van de communicatie wel wat is er gebeurd, maar gaat het nog een keer gebeuren of waarom heb je maatregelen genomen? Dat is interessant. Andere vragen? Hartelijk bedankt voor het verhaal.